Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal. We beginnen dit journaal met de bewoners van Esther Stichting, waar de vaccinatiecampagne in volle gang wordt uitgevoerd. Stichting Esther stelt zich ten doel het helpen van mensen met Lepra. De stichting bestaat al 70 jaar. De Esther Stichting die bestaat al ongeveer 70 jaar. En dat zijn we vorig jaar ook geworden, van het jaar dan van geworden. Dus ongeveer 70 jaar bestaat de stichting al. Vandaag worden ongeveer 14 cliënten en bewoners van ons gevaccineerd. Nou, in eerste instantie was men een beetje twijfelachtig. Maar nadat één cliënt op eigen hout zelf is gaan prikken en men namelijk bepaalde reacties van de cliënt heeft gehoord, heeft men toen toegestemd om ook geprikt te worden. De vaccinatiedag werden er 14 cliënten en bewoners gevaccineerd, waaronder de oudste bewoner van 101 jaar. Het wordt door de Esther Stichting zeer op prijs gesteld dat zij hun oudste bewoner hebben kunnen laten vaccineren. De vorige persoon die de oudste gevaccineerde was, is 99 jaar en zij woont in Ikeri. Vandaag hebben we hier bij de Esther Stichting een mevrouw van 100 jaar kunnen vaccineren. De vorige persoon die de oudste was, 99 jaar, dat was in Ikeri met onze campagne. En hier hebben we een mevrouw gehad die waarschijnlijk ook in beeld komt, met die 100 jaar is geworden vorig jaar. Er zijn nog steeds twijfels over het vaccin. Laat je niet gaan door de valse berichten die verspreid worden. Laat je spoedig vaccineren. Er is hier en daar nog wat twijfel, vanwege ook alle berichten die men volgt in de media. Maar we merken ook als we op de verschillende plekken aankomen, hebben we meestal een voorregistratie. En altijd wanneer we aankomen zijn er veel meer mensen dan verwacht, omdat de een vertelt de ander of de een ziet dat de ander is gevaccineerd en melden zich toch aan. Het is een veilig middel. Elk middel heeft zijn bijwerkingen. Ik heb het een paar keer ook al aangegeven in vorige interviews. Maar de voordelen wegen veel zwaarder dan enkele nadelen die er kunnen zijn. In Brazilië hebben sommige ziekenhuizen geen verdovingsmiddelen meer. Coronapatiënten moeten daar nu onverdoofd aan de beademing. Om de patiënten in bedwang te houden, worden sommigen vastgebonden. Een marteling, zegt een IC-arts. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets nog zou meemaken, na 20 jaar te hebben gewerkt op de intensive care, zegt de IC-arts. Hij noemt het onverdoofd beademen en vastbinden van patiënten een vorm van marteling. Ook op het eiland Curaçao is de coronasituatie nog niet onder controle, ondanks hoopvolle cijfers van de afgelopen dagen. Vandaar dat de regering aldaar besloten heeft de maatregelen te verlengen. Zo geldt er op het eiland de avondklok, welke verlengd is tot 30 april. Op Curaçao gaat de avondklok in om 7 uur en duurt dagelijks tot 16:30. Sinds de pandemie Curaçao bereik heeft, zijn er tot nu 12.000 mensen besmet met het dodelijk virus. Dat is ongeveer 10% van de bevolking. Momenteel worden er 100 patiënten behandeld op de IC van het ziekenhuis in Willemstad. Het eiland telt 157.000 inwoners. De oproep naar de bevolking toe om zich te laten vaccineren is enorm groot. Er moet maximaal 85% van de bevolking gevaccineerd worden. CEHOS is nu ook bezig om ons 33 bedden te geven voor patiënten die we daar kunnen plaatsen. De strategie is om patiënten die low care, medium care zijn bij CEHOS te plaatsen en dan die high care hier bij CMC. Maar we moeten toch wel afwachten, want meer bedden betekent ook dat je meer personeel nodig hebt en meer beademingsapparatuur. Dus daar zitten we nu eigenlijk mee. Even herinneren aan de onderzoek van Pfizer in de fase 3 trial. 44.000 mensen, 22.000 mensen in één groep placebo, 22.000 mensen in de andere groep die de vaccin krijgen. In de placebo groep 168 mensen kregen
COVID, een paar gingen naar de ziekenhuis. In de groep met de vaccin, 22.000 mensen, 8 kregen COVID, 0 naar het ziekenhuis, 0 doden. Dus die vaccin werkt. De andere ook, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, ze werken allemaal. Het is gewoon, nu is het een race, een tijdsrace geworden. Nu is het, oké, we hebben de oplossing, laten we het doen. En het ziet er goed uit, want de druk op de ziekenhuis moet omlaag. In de afgelopen week werd er weer gevaccineerd onder de senioren burgers. Zo was het de beurt aan Huize Emma. Het bejaarde tehuis Emmahuis, onderdeel van het Leger des Heils, werd door de zusters Emily en Harriet Alvarez in 1921 opgericht. Nadat het bejaarde tehuis 26 jaar lang door de zusters werd gerund, droegen ze het 3 jaar na oprichting van het Leger des Heils Suriname op 1 mei 1927 officieel over aan de kerkelijke instelling. Ik ben majoor Marcia Samdi en samen met mijn echtgenoot Winston Samdi hebben wij de leiding van het bejaardentehuis Emma en het staat onder het Leger des Heils. En vandaag stellen we het op prijs dat het COVID-team hier is om 27 bewoners van ons te vaccineren. We weten allemaal dat de vaccinatie heel goed is, zodat we allemaal beschermd kunnen zijn voor het coronavirus. En ik bid en hoop dat er geen bijwerkingen zullen komen en dat het zo is dat ze toch kunnen weerstaan. Zo nogmaals wil ik het COVID-team bedanken voor hun bijdrage en hulp dat ze ons in staat hebben gesteld te vaccineren. Het tehuis bestaat uit 27 bewoners met 10 medewerkers en het is opgericht op 1 mei 1947, zodat we zeggen dat we van het jaar 74 jaar worden. Met de komst van de derde golf en de varianten die zijn opgedoken in Suriname, hebben de gezondheidsautoriteiten besloten de contracten van de Cubaanse artsen te verlengen. Er was in Suriname een missie van de artsen, welke in maart is geëindigd. Er is een verzoek gedaan aan de Cubaanse ambassadeur om de missie van de artsen te verlengen, om zodoende de druk op ons zorgpersoneel te verlichten. We hebben een verzoek gedaan aan de Cubaanse ambassadeur om de missie te verlengen. En dat is vandaag wel gehonoreerd. Ik heb daarom ook gesproken met de Cubaanse artsen en de verpleegkundigen. Ik heb ze bedankt voor hun bijdrage aan de dienstverlening tijdens de eerste golf, tijdens de tweede golf. Laten we eerlijk zijn, zonder die bijdrage hadden we zeker andere cijfers. We zijn er nu op 180 zoveel overledenen zonder adequate zorg van, en genoeg personeel, zou dat zeker hoger kunnen liggen. Dus met een derde golf opkomst moet je geen kansen nemen. Dan moet je minder kijken naar dat financiële aspect.
En dan hebben we daarom dat verzoek gedaan, vandaag ingewilligd. We hebben gesproken met de Cubaanse artsen, aangegeven dat we dankbaar zijn voor hun inzet en dat we nu hun hulp weer nodig zullen hebben voor de derde golf die eigenlijk al zich manifesteert. En wij proberen met onze maatregelen en onze voorlichting naar iedereen toe ervoor te zorgen dat de hoogte van deze golf niet even hoog moet zijn als de vorige twee golven. En als het kan, vroegtijdig aborteren en omlaag brengen. Het gaat hier om 8 tot 9 artsen en 27 of 28 verpleegkundigen. Ik moet even de lijst nog even goed bekijken. Omdat er een aantal ook zijn die al gezegd hebben, ze kunnen niet blijven. Ze willen niet blijven. Een aantal die wilden blijven en voor een aantal die is het zeker de moeite waard om te overwegen om te blijven. Maar er zijn een paar die al besloten hadden om te vertrekken. De missie die in maart is geëindigd, daar waren er geen verpleegkundigen of doktoren bij die naar het binnenland gingen. Dat is een andere groep. Voor die groep hebben we ook besloten om te verlengen, omdat we ook niet weten hoeveel personeel we nodig zullen hebben tijdens een derde golf. En dan moeten we rekening houden. We gaan all hands on deck nodig hebben. We gaan al onze krachten lokaal ook moeten gebruiken. En dan nemen we geen kans. Dan liever verleng je dat ook. Nadat op 5 april de resultaten van de samples die gestuurd waren naar RIVM in Nederland bekend waren, werd er meteen aan de bel getrokken. Dat zegt Rakesh Gyadersukul, de directeur op het ministerie van Volksgezondheid. Er mag geen ramp ontstaan. De curve mag niet stijgen naar 100 per dag. Met de komst van de derde golf, want dat zagen we al eind van maart, dat er iets gebeurt met de cijfers. We hebben daarom aan de bel getrokken. We hebben begin april, 5 april om precies te zijn, resultaat gehad van alle samples die we gestuurd hadden naar RIVM in Nederland. En het bleek dat wij binnen ons besmette gevallen wel wat varianten hebben waarmee er rekening gehouden moet worden. Dus met die informatie moeten we dan zeker heel erg voorzichtig zijn en ook goed beleid uitstippelen. Daarom tijdig aan de bel trekken, zodat we weten dat we geen ramp krijgen, dat we geen patiënten hebben die geen plek hebben in het ziekenhuis, dat willen we niet. En daarvoor is er een heel goede planning nodig. Daarvoor is een heel goede uiteenzetting nodig. En we hebben daarom tijdig aan de bel getrokken, zodat de curve niet gaat naar richting gemiddeld 100 per dag. We hebben nu een gemiddelde van 30 per dag. En we komen 2 weken geleden nog uit met minder dan 5 per dag. Dan moet u begrijpen dat het 25 extra gevallen betekent per dag. En het kan hoger. En als we niets doen, dan wordt het naar 100 zoveel per dag. Waar gaan we al de patiënten plaatsen? We hebben reguliere zorg vreselijk lang al uitgesteld. En u begrijpt zelf dat medische zorg je niet te lang kan uitstellen. Het hangt er vanaf. Sommige dingen moet je gelijk aanpakken. Sommige dingen kan je wat ietsje verschuiven om aangepakt te worden. Maar je kan niet oneindig blijven verschuiven. Anders gaan ze aan de kwal zelfs ook, gaat men ook dood. En wij willen behalve aantal COVID-sterfte omlaag brengen, willen we ook niet-COVID-sterfte omlaag brengen. Zo, 2 jaar geleden bestond er geen COVID-19, hadden we al eigenlijk overvolle ziekenhuizen. We moeten daarmee rekening houden. Die overvolle ziekenhuizen, die waren er niet zomaar. Die waren niet omdat mensen het leuk vinden om in een ziekenhuis te zitten. Nee, dat is omdat men ziek is en men hulp behoeft. En dan moeten we rekenen, dan komt er nog een COVID erbij, een pandemie, waarbij je heel veel mensen per dag krijgt die opnamebehoevend zijn. Dus vandaar, met een derde golf moet je daarmee rekening houden en dan heb je veel personeel nodig. Het regionaal ziekenhuis Wanica is momenteel de enige isolatiefaciliteit als het gaat om de opvang van positief geteste personen. Nu, met de derde golf, zijn alle voorzorgsmaatregelen reeds 2 weken terug in orde gemaakt. Momenteel worden in 1 van de isolatietenten 76 personen geïsoleerd en tot gisteren 17 patiënten op de zorgunit.
Nou, u merkt het zelf aan de cijfers. Momenteel is het regionaal ziekenhuis Wanica de enige isolatiefaciliteit. De twee isolatietenten zijn reeds 2 weken geleden dus weer ontsmet en gereed gemaakt. Ze waren een tijdje dicht, want we dachten dat we er al mooier vanaf waren natuurlijk. Maar we hebben ook hierop geanticipeerd, de totale gezondheidszorg. En de tenten zijn dus nu weer operationeel, de isolatietenten. Ik heb momenteel denk ik in tent 2 76 patiënten liggen, isolatiepatiënten. In tent 1 die is nog niet in gebruik. En ik heb dus aan zorgpatiënten op de unit, ik denk vandaag 17, maar het wordt dus ook meer. En ook de overige ziekenhuizen hebben dus patiënten liggen op de zorgafdelingen van hun COVID-zorgafdelingen. We hadden dus wel erop geanticipeerd, maar u snapt dat wij al 2 COVID-golven voorbij zijn en hoe zwaar het was voor het medisch personeel en ook het ondersteunend personeel. Ik denk voor de totale samenleving is het een zware periode, want met de lockdowns en noem maar op, de verschillende regels die er nu gelden, is het zwaar. En ook op de gezondheidszorg wordt de druk nu groter, want na de tweede golf is ook dus de reguliere zorg die wij dus, die de overige ziekenhuizen altijd hebben moeten geven, dat moet nu nog, de vragen naar wat groter. Snapt u dus, er heerst immense druk op het human resource van de medische kant uit. En dus dat zijn we dus nu bezig samen met het ministerie en de ziekenhuizen in NZR-verband om dus daar een oplossing voor te vinden. Het ministerie heeft dus alvast getracht ook het contract met de Kubanen te verlengen. Ze zijn dus officieel vandaag weer van start gegaan. En dus hiermee hebben we dus wel een beetje verlichting, want dan kunnen die weer ingezet worden voor de COVID-afdelingen. Als zorgverlener moet je altijd ready zijn en stand-by zijn om de zorg te kunnen verlenen. Toch? En je kan aangeven, je bereidt je voor, maar je weet niet hoeveel binnen gaan komen. Je kan niet zeggen van ik bereid me voor op 20 patiënten vandaag en er komen bij wijze van spreken 60 positieve binnen. Dus het is elke dag, gelooft u mij, met alle actoren zitten we meestal rond 5 uur, 6 uur te wachten op de resultaten die binnenkomen van het Centraal Lab en het laboratorium van het AZP om te kijken van hoeveel hebben we vandaag, waar gaan we ze inzetten. De specialisten ook, de mevrouw Lieke Wache, die de verantwoordelijke is als internist-infectioloog, die gaat kijken, oh mijn god, welk ziekenhuis heeft nog plek, welke isolatieplekken zijn nog vrij. Elke dag zitten we dus daarop te anticiperen. Dus voorbereid kan je zeggen, je kan je nooit echt voorbereiden op dit vakgebied. Kan je jezelf niet voorbereiden van dit gaat gebeuren. Want soms gebeurt altijd hetgene wat je niet verwacht. En als u naar dit journaal kijkt, let erop. Suriname is vanaf 6 uur in een total lockdown. Dat wil zeggen dat jij tussen 6 uur vandaag tot maandag 5 uur in de ochtend je niet op straat mag begeven. De politie zal niet schromen jou ernstig te beboeten, zoals de minister van Justitie Kenneth Amoksi heeft gewaarschuwd. Laten we ons AUB aan de regels houden en blijf in je huis. Stop de verspreiding en voorkom het ernstige voor jou en je familie. We worden ook bedreigd door de COVID-19-pandemie. Als je kijkt, dan zijn we ook de derde golf op komst. En ook wat betreft de maatregelen die getroffen zijn door de regering, worden niet helemaal nageleefd. Dus in ieder geval, we verzoeken de gemeenschap om de COVID-maatregelen in acht te nemen, zodat wij ook ons medemens kunnen beschermen. En met deze oproep hebben wij het gehad voor vandaag. Let goed op jezelf en heb een veilig weekend. Besteed je tijd tijdens de lockdown nuttig en creatief. We zien elkaar maandag weer met een nieuwe aflevering. Untambung!